in Bekel de Boer Limburg ook al, hè? Doe ik mijn eigenste geld wel aan, hè? Kunnen wij identificeren, zus, zei ze tegen mij. Ik kijk in de spiegel, ik zeg, ja, ik ben het. In mijn kliniek is de overige stap al een probleem, hoor. Want de mensen die komen er dikwijls heel anders uit als ze erin gegaan zijn. Ik heb er als portier ooit de grootste moeite mee om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigenste vrouw in mijn huis neemt. Wat ben je toch veranderd, Aans, wilde ik iemand zeggen? Ander haar, ander ogen, ander tand. Ja, zei ze, ik ben Aans ook niet, ik ben Ria. Zie je wel, zei ze, zelfs we nou eens veranderd. De laatste vergadering van de Brillemond had ze afgesproken dat ze als afsluiting samen een dag naar hoeveel botox zouden komen. En de kast leeg te maken. Nou, dat heb ik zeg. Nou snap ik wel waarom ze het schaars hebben. Jij hebt deze toch allemaal niet nodig, zei Chrisje Waai tegen mijn Bram. Jij bent nog een half niveau lulletje geworden. Maar met mij ook niet prut, zeg maar. Waarom zit je toch een facelift laten doen? Op zijn gunstigst worden we net zo lelijk als toen we 20 waren. Maar het druk dat er is bij ons, dat geloof ik niet. Ja, ik moet voor het opschrijven, want anders kan ik het allemaal niet meer uit elkaar houden wie er moet komen. Kijk hier. Hier heb ik een briefje van volgende week. Wie er volgende week komen, bij veel geheel moet komen. Jan Pulles. Had een probleem. Schaai zijn haar was van net zo breed als in de kop, zei hij. Astrid van het. Astrid van Egmond. Die. Die een vulgair vleeswerk naar huis moet sturen. Die was zo schoon, hè. Daar kost je niks aan verbeteren. Daar kost je helemaal niks aan verdienen. En die wilden ze zo geren, dat is toch meteen die 50 euro betalen.